Verharden Krappahoeklaan zal rijstsector ten goede komen. Het verharden van de Krappahoeklaan en de Rajasthanweg in het district Nikkeri zal de rijstsector ten goede komen. Buurtbewoner Bhayan Debi zegt dat om het product af te voeren anno 2020 een verharde weg ongetwijfeld nodig is. Hij rekent uit dat het geld dat momenteel wordt geïnvesteerd in het bestraten van de twee wegen binnen enkele jaren terugverdiend zijn uit de rijstproductie. Debi geeft te kennen dat het de eerste keer is sedert 1997 dat de Krappahoeklaan en de Rajasthanweg worden aangepakt. Toen was er 60 centimeter opvulzand en 25 centimeter schelpzand gelegd. Maar nadien is het nooit meer aangepakt. Regeringen zijn gegaan en gekomen. Aldus buurtbewoner Debi, die de Krappahoeklaan beschrijft als een groot productiegebied. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.